je wil winnen. En daar heb je een aantal regels voor nodig om dat doel te bereiken. En je hebt daar iemand staan die roept halkidoki. Nee. Dan gebeurt er dus niks. Ja, dan kom je niet tot elkaar. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik ging niet op zaterdagavond in mijn auto naar het stadion toe en dacht, god, we gaan lekker verliezen. Dat had ik niet. Ik wilde best wel winnen. Ja, toch. Ja, maar je moest wel lekker voetballen. Ja. En niet ten koste van alles. Maar wat mij minder kon schelen was als ik een keer op de training verloor. Vond ik niet zwaar. Nee. Maar als ik dan toevallig bij hem in de partij zat, dan kon ik er wel dooien. Maar bij jou ging het ver, want ik las het van de week ook weer in de VI. Jij hebt op een punt gestaan toen bij het polletje een keer misging dat je het Nederlands elftal uit moest. Dat je, als je geen gezin had gehad, had ik misschien wel hele domme dingen gedaan. Nee joh. Dat had ik je wel vanaf gebracht hoor, Hans. Ja. Nou, volgens mij had je hem nog een extra zetje. Nee, joh, rot op, man. Nee, echt waar niet. Nee. Maar kijk, dat zeg ik net. Ik was obsessief bezig. Ja. En op het moment dat je er alles voor doet en het lukt niet. En je krijgt ook nog allerlei gezeur en gezeik over je heen. Ook in dat soort blaadjes. Magazines. Als er toen praatprogramma's als deze waren geweest in jouw tijd, dan had je waarschijnlijk... Dat meen ik oprecht. In het dwangbuis gezeten. Ik meen het, dat heb ik toen vanmiddag al gezegd. Ik vind soms dat deze twee prachtige kerels, waar ik vanmiddag... Waldorf en Stedtler van heb gemaakt. Precies, ja. Dat ze soms inderdaad vanuit dat balkonnetje, zo naar dat klootjesvolk, wat voetballers, trainers, bestuursleden en alles wat de voetballerij, dat zij eigenlijk aangeven van wat er moet gebeuren. En dat vind ik knap, want Johan is natuurlijk een jongen geweest. Dat heeft hij ook wel eens eerder aangegeven. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft, maar hij stelt zich wel op als het geweten van de voetballerij. En deze vent, dat is een wereldkerel, maar de mentaliteit om de echte top te halen en het maximaal eruit te halen. En dat wordt dus. Ik heb soms zelfs het idee dat jullie het jammer vinden als Nederland wereldkampioen zou worden. Nou, dit jaar wij zijn de grote voorvechters voor het oranje gevoel in dit land. Ja. Dus en jij zegt, tuurlijk mag je een mening hebben, maar wij kijken dankjewel, niet. Dankjewel, Johan. Nee, wij kijken. Dat is zo sympathiek voor jou dat ik een mening mag hebben. Mag ik inhoudelijk verder gaan, Hans? Ja, ga je. Ja? Inhoudelijk. Wij ja. kijken zeker niet met Dudin neer op het voetbal. Hè? Maar ik vind wel, kijk, iedereen in Nederland die mag een mening over voetbal hebben. En ja, ik zit sinds 1966 erin, dus ik loop een paar jaartjes mee. Ik mag ook een beetje uit ervaring spreken. Maar wij houden wel degelijk van voetbal. Ik vind wel, op het moment dat jij een korte broek aantrekt en in het veld gaat, dan word je door recensenten, critici, journalisten beoordeeld en soms veroordeeld. Maar dat is inherent aan het spel wat je speelt. Dat heeft een acteur, dat heeft een filmster, dat heeft een voetballer. Helemaal correct. Maar dan moet je het wel bij het voetbal houden. En niet alles wat de jongens eromheen doen. Maar heb ik ooit... Want dan gaat het steeds meer op een soort van privé-story. Nee, dit vind ik een onzin. Nou, er is een glamourwereld ontstaan rond het voetbal. Ja. En daar heb ik niks op tegen. Maar die mensen uit die glamourwereld, die nemen eigenlijk het voetbal over. En die profileren zich dusdanig in het voetbal dat ze storend worden. Nou, daar zeggen we wel wat van. Maar als de rechtsbuiten vreemd gaat met de dochter van de voorzitter, dat soort dingen worden in Nederland nooit bericht. In Engeland en Duitsland wel. Maar je weet zelf, als je in Engeland voetbalt, dan ga je de Nederlandse media waarderen. Want ik ben niet geïnteresseerd in de privéleven. Soms kun je er niet onderuit. Laten we maar met name toen aan noemen. Als Frits Korbach als trainer benoemd wordt bij Sparta en hij staat dronken op de training, dan zul je je publiek voor moeten lichten waarom Sparta na één dag gestopt is. Correct, maar hoeveel tijd heb jij niet aan Wes en Jo besteed? Als er een vraag gesteld wordt aan mij aan deze tafel, ja, daar ben ik voor ingehuurd. En die stoker daar, die stelt steeds de vraag. Dan moet je die mening geven. Maar ik heb best een persoonlijke mening over die twee. En die mogen voor mij, die zijn verliefd, die mogen gelukkig worden. Ik gun ze alle geluk van de wereld. Ik vind wel dat Jolante niet helemaal haar plaats weet. Misschien leert ze dat nog. Dat meisje van Van der Vaart gaat daar wat verstandiger mee om. Nou, dat is het enige wat ik gezegd heb. En dan zijn de mensen altijd boos dat ik vraagtekens zet bij het feit, ja, dat ze voor Wesley kiest. En daar heb ik mijn vraagtekens bij. Maar dat mag toch? Maar het gaat over kritiek en over harde kritiek. Ze nu ook, Wouter, heb je dat zelf ook zo ervaren? Als je Hans hoort vertellen dat hij
Nou ja, hij zegt letterlijk eigenlijk in het interview dat hij zelfmoord overwogen heeft toen hij inderdaad zo diep zat. Kun je dat voorstellen of niet? Zo diep is het bij mij niet gegaan, maar ik denk dat je, in de politiek, net als in voetbal, iedereen heeft er een mening over. Iedereen zegt er wat over. Elke avond is er wel een show op televisie. Bij ons is, je wordt bij Paul Witteman word je elke avond voor het gerecht gesleept. Ja. En echt niet door mensen die altijd verstand van zaken hebben. En toch is het gewoon zoals het is. En soms zitten er ook heel waardevolle meningen tussen. En dan moet je, ja, dat vind ik, dat hoort dus ook gewoon bij je vak, dat je daar dan maar mee omgaat. Je slaapt er wel van. Ja. Je slaapt er in ieder geval niet van als je er elke avond tegen gaat verzetten en er verschrikkelijk chagrijnig van wordt. Ja. Dus ik bedoel, relativeer het dan maar. Ja, maar dat is een manier om ermee omgaan, om er weer op te pikken wat raanzinnige dingen. Ja, Wouter, ik vind dat heel interessant te zeggen. Deze twee maken natuurlijk veel show en amusement. Ze zijn zelf de eerste om dat toe te geven, geloof ik ook. Ja, Jiske vindt, en ten tweede zeggen ze, moet ik eerlijk zeggen, af en toe ook wel eens wat zinnigs. Dus dan moet je wel goed opletten. Nou, maar even zonder, weet je wat ik wel heel interessant vind? Dat je zegt, iedereen heeft er een mening over. Dat is ook zo. Dat is politiek en in de sport. Maar ik vind, je moet ook kijken naar de verantwoordelijkheid die je hebt. En ik vind dat als je praat over een bepaald gedrag, en als je praat over opstellingen en over weet ik wat, dan vraag ik me af wat je voor verantwoordelijkheden draagt om dat dan daar neer te leggen. Alsof zijn, ik bedoel, je bent zelf nooit geen, hoe heet het geworden? Algemeen directeur van Veendam, omdat je dan geen pensioenregeling of zo komt. Zo was want het je hebt niet de verantwoordelijkheid gepakt om in de topsport daar dan iets te gaan dat doen. Dat is dus toch? Het feit dat jij geen journalist bent, dat je niet aan de feiten hoort. Ik ben daar niet heen gegaan omdat mij werd verteld dat ze technisch gezien failliet waren. En daar had ik geen trek meer in. Heeft nog 10 jaar geduurd uiteindelijk, maar... Nee, maar daar had ik gewoon geen trek meer in. Maar ik vind, je moet heel volwassen erin staan. Als je weet dat je in de voetballerij gaat, dan krijg je wel eens een draai om je oren. En jij doet nu net of er staatsgeheimen hele belangrijke zaken zijn. Nee, het ergste wat ik zeg, is dat de plaatselijke linksbuiten niet zo goed gespeeld heeft vandaag. Nee, dat is het niet alleen. Want iedereen begrijpt hoe goed die linksbuiten, en dat begrijpt die linksbuiten zelf ook wel. Maar je beschadigt soms mensen, Johan. Dat heb je in het verleden ook gedaan en dat weet je. Maar dat zou ik blijven doen als mijn mening beschadigend is, als die man daar niet tegen kan. Want voor de een is het beschadigend en de andere schudt met zijn hoofd. Ja. Maar ik mag toch een mening hebben over iemands prestatie. Nou, ja, maar het is niet alleen de prestatie. Het gaat soms ook over de persoon in kwestie. En dan vind ik dat je mensen beschadigt. Maar noem eens een voorbeeld. Vanmiddag ben je hier ook over begonnen, hè? Zit je kennelijk ontzaglijk hoog. Heeft hij jou dan beschadigd ooit in het verleden? Ja, heel erg. Nee, serieus? Ja, nee, serieus. Maar, anders zou ik dat niet zeggen. Nee, maar noem het voordeel dan, want ik weet niet wat je bedoelt. Dus het is een persoonlijke frustratie ook? Er zit ook een beetje, maar dat vind ik wel leuk. Want iedereen die komt hier aan tafel en die heeft een mening over. Maar dat zeggen ze dan achter zijn rug. Terwijl ik gewoon vind, dan moet je het ook voor de camera zeggen. Jawel, maar je zit nu flink te doen en ik heb je beschadigd. Zit ik flink te doen? Ja, je zit flink te doen, want je noemt niet man en paard. Zeg dan wat ik je aangedaan heb. Wat heb je nou gedaan? Een enquête houden voor 90. Of ik wel de keeper voor het Nederlands elftal zou moeten zijn. Dat is erg. Ik was altijd... Een enquête, dat is een vorm van journalistiek. Is dat een vorm van journalistiek? Ja. Nee, dat is je eigen mening peilen bij collega-keepers of dat Van Breukelen het Nederlands elftal uit. Dan begrijp je niets van de media. Nee. Het is heel legitiem dat je van mensen. Keepers, dat zijn specialisten. En ik mag iedere keeper vragen, wat vind jij over de keeper Van Breukelen? Ja, en we hebben niet gezegd hij slaat zijn vrouw of hij doet rare dingen. Hij keept slecht misschien. Als jij jarenlang als ex-secretaresse van Johan Cruijff vindt dat Stanley Menzo in Oranje moet. Ja, en je gaat dat wel heel detailistisch. Dan heb ik zoiets van. Nou laat me jij gaan. Hebt inderdaad een moeilijk leven gehad. Maar ik heb de vrijheid. En of ik nou omging met Cruijff of niet. Om op een bepaald moment Stanley Menzo beter te vinden. Dat mag ik vinden, Hans. Natuurlijk mag je dat vinden. En dan kun jij dat onbeschaafd vinden. Omdat het jou aangaat. Nee. Maar ik vind het een beetje onvolwassen van jou dat hij zo op reageert. Echt waar? Ja. Nee, dat komt omdat je als mens. Ja. Dat komt omdat je als mens op dat moment blijkbaar heel erg geraakt wordt. Maar is het niet verstandig? Ik vind het onvoorstelbaar. Ja, maar ik kan niet voorkomen dat jij dat dan niet voelt. Nou nee, maar het is want mijn verantwoordelijkheid niet of jij nu wel of niet geraakt wordt, hoor. Nee, dat begrijp ik. Want jij bent nogal snel geraakt, blijkbaar. Nou, blijkbaar niet, want anders zou ik hier niet komen zitten natuurlijk. Maar ik wil je trachten iets duidelijk te maken. Maar ik heb je toch niet echt iets ergs aangedaan, Hans? Anders waar hebben we het over? Ik toch niet zitten. Nee, maar kom op, zeg. Nee, maar misschien is het verstandig dat jullie een keer lekker met z'n tweeën. Ja, jij drinkt geen borrels meer, maar een keer rustig gaan zitten enzovoort. Want inderdaad, dit gaat een beetje te persoonlijk worden allemaal.